Er gaat geen dag voorbij of Gordon is in het nieuws. Maar vooral de afgelopen week waren er meerdere berichten per dag. Gordon stopt met LA The Voices. Gordon is ziek. Gordon is opgenomen. Gordon in quarantaine. En nog meer ellende. Tja, dan kan je als media maar beter goed voorbereid zijn. Want zo werkt dat. Heeft u het een beetje in de media gevolgd over Gordon? Nee, dat heb ik niet gevolgd. Hij is ziek, ja. Ik vind dat hij een beetje te veel hooi op zijn vork neemt. Ik had ook dingen afgezegd, ja, hè. Ja. Hij is niet helemaal goed ook natuurlijk, hè. Hij heeft natuurlijk last van reuma. Het is natuurlijk altijd vervelend als iemand zo ziek is, hè. Ja. Het zou iets met zijn hart kunnen zijn. Ze weten niet precies wat het is nog. Bent u een beetje fan van Gordon? Een beetje wel, ja. Fan. Nou, we kijken wel regelmatig. Niet speciaal fan, nee. Bent u wel bekend met Gordon zelf? Ja, ik ben bij een dorp gewoond, dus ik ken hem wel. Ik heb een vraagje dan. Nick, kan je even? Ja, voor het geval, dit klinkt heel, heel erg en dit hoopt helemaal niemand. Maar stel Gordon komt te overlijden bij zo'n grote ster. Als zo'n iemand dan ziek wordt, werkt dat zo dat we alvast op zoek gaan voor een aantal quotes van mensen halen voor een mooie tribute film. Dus ik vroeg me af of u daar dan ook aan mee zou willen werken. Gordon, overleden. Wat doet dat met u persoonlijk? Persoonlijk? Nou ja, je beseft eventjes dat het heel pril is, het leven, dat het zomaar tussen je vingers door kan glippen. Het is wel erg. We zijn altijd wel fans geweest. Het is een verlies voor een heleboel die het fan van hem zijn natuurlijk. Het doet wel verdriet wel. Ja, jawel. Toch? Bent u daar zelf ook een beetje verdrietig van wel? Jawel. Als je denkt aan Gordon, wat is het eerste waar je dan aan denkt? Aan mijn gekke nicht. Kon ik nog maar bij je zijn? Kon ik nog maar even met je delen? Als u aan Gordon denkt, wat is het eerste waar u dan aan denkt? Ja, dit is het liedje van kort ik nog maar even bij je zijn. Hij heeft toch iets betekend voor de muziek. Ja. Mijn eerste concert, dat was ook van Gordon. Hij heeft hem vroeger een keertje bij mijn vader, heeft Gordon voor mijn vader een eitje zitten bakken. Dat vond ik wel erg leuk. Als wij overlijden, dat het liedje ook gedraaid wordt als op onze begrafenis. Je vader die vindt het al helemaal, weet je. Ja, omdat hij hem zeker goed in de ogen heeft gekeken en zo. En jongs af aan, zag hij hem, Doet het toch iets meer pijn? Ja, dan denk het wel, ja. Waarom nou jij? Waarom nou jij? Waarom nou jij? Waarom ben jij uit mijn leven? Waarom ben jij nou niet gebleven? Alle mensen die Gordon kende en waar Gordon mee samengewerkt heeft, heel veel sterkte. Want dat kunnen ze wel gebruiken. We zullen je missen. Zeker weten. Zullen je missen? Ik wens de familie en alle mensen eromheen heel veel sterkte met dit grote verlies. Ik ben helemaal sprakeloos eigenlijk. Ja. Ik vind het heel erg. Er is een Amsterdamse kanjer overleden. Heel jammer dat hij er niet meer is. We zullen hem niet vergeten. Nee, zeker niet. Kijk, er wordt geen legende als Hazes, maar hij heeft wel zijn naam gemaakt. Dat wel.